Hi guys, hallo, waarom praat ik Engels? Hi, het is vrijdag en ik ga een beetje fluisteren, want mijn vader zit in de woonkamer. En ja, en hoe gaat het met jullie? Gaat heel goed. Nederland is gewoon echt... Kijk hoe niet lekker weer dit is. Dat is niet eens zon. Het is allemaal wolken. Oeh. Ja. Het regent. Gisteren gingen we basketballen. Oh mijn god. Doe mijn schoen uit. Gisteren gingen we basketballen met teams. Mijn team heeft gewonnen. Yay. En ik ging de hele tijd rennen. Ik voelde wel dat ik een blaar aan het krijgen was. En eindelijk heb ik dit. Niet schrikken, hè? Niet schrikken. Ah, meteen. What the fuck is dat? Is een soort van... een blaar met bloed. Ugh. Ik heb een bloedende blaarvloed. Voet. Bloedende blaarvoet. Bloedende baar... blaar. Bloedende blaarvoet. Dat dus op mijn voet. Dus, wat, oh ja, ik ga morgen naar Brussel. Morgen naar Brussel om 9 uur. En dan ga ik mijn broers vriendinnetje afzetten bij een vliegveld in Brussel. En ze gaan naar de Filipijnen om alvast dingen te regelen voor de bruiloft. Ja, ze gaan trouwen. Mijn broer en zijn vriendinnetje. Mijn oudere broer dan, hè. En ik kan niet wachten. Ik ga pas naar de Filipijnen om in december, 22 december, ga ik naar Dinges. Naar de Filipijnen. En gaan daar nieuwjaar vieren. Met Rachel. Ja. Dus ik weet niet. Dat gaat best wel moeilijk worden als ik zit te vloggen. Dan. Maar ja. Morgen ga ik dan in een hotel slapen. En volgende week wordt een hele drukke week. We hebben de aftekendatums. En volgende week vrijdag. Ja. Dat zien jullie zo wel. Dat zien jullie wel volgende week. Ik weet niet wat ik heb. Nou, dus mijn gewoon outfit vandaag. Gewoon mijn normale, regular vest. Witte sweatshirt-achtig. En zwarte broekje. Je ziet het niet echt, omdat mijn nominaat zwart is. Zwarte broek en sokken en mijn schoenen. Deze ken je wel. Maar oké. Iets vergeten. God, is er gisteren gebeurd? Gisteren was van die basketbal met mijn bloedende blaarvoet. En kijk, dit is zo geweldig. Broer heeft gisteren... Oh, je ziet me niet. Mijn broer heeft gisteren pizza besteld bij de pizza company. En ze hadden dit erbij gezet. Dat is gewoon parmezaan in een heel klein pakje. Dat is wel schattig. Even. Yay. En alles is op de grond. Maar ja. Gisteren ging het wel. Ik geloof dat ik morgen of zo een verhaaltje ga vertellen. Omdat gisteren Halloween is, ga ik een verhaaltje vertellen. Het is niet echt een echt verhaal, het is gewoon een real life verhaal. Een real life verhaal, het gebeurt. En ik denk dat het wel zo is. Maandag, dinsdag, niet echt iets gedaan. Dus ja, ik zie jullie wel volgende week. En... Ik zeg doei doei!